We praten er straks verder over, maar we gaan eerst naar jou, Nicky. Want Christian Eriksen heeft van zich laten horen. Ja, gelukkig gaat het naar omstandigheden goed met de Deense international Eriksen, die een hartstilstand kreeg afgelopen zaterdag bij de wedstrijd tegen Finland. Op Twitter heeft hij een foto geplaatst waarop we hem zien met een duimpje omhoog. En in de tekst ernaast lezen we dat hij dankbaar is voor alle steun, dat het hem en zijn familie heel goed doet. En dat hij nog enkele onderzoeken moet ondergaan in het ziekenhuis. En zegt dat hij zeker zal juichen voor het Deense voetbal. Elftal. Ja, de aanleiding hiervan, wat er natuurlijk, dat is wel schrik voor iedereen, wat er die zaterdag gebeurde op het veld. De aanleiding daarvan heeft het Rode Kruis ook op Instagram, maakt hij filmpjes over hoe te reanimeren. Zij pleiten er ook voor om dit landelijk uit te rollen op scholen. Is dat een goed idee? Zeer goed idee. Ik moet zeggen, ik voel me beschaamd dat ik zelf nooit een reanimatiecursus heb gedaan. Ik heb het ook even opgezocht op het internet. En voor een luttel aantal euro's krijg je in een paar uur krijg je die reanimatiecursus. Ja, we zien nu ook die beelden hier op de Instagram van het Rode Kruis. Ja. Is het een goede manier om jongeren dus ook zo te bereiken? Nou, kijk, we zagen sowieso dat het Rode Kruis werd gebeld al voor heel veel reanimatiecursussen. Ja. Dus blijkbaar leeft het heel erg. Ik heb het zelf op de basisschool gehad, dus misschien zit het al standaard in het pakket. Oh ja, nee, het zit dus niet standaard in het pakket. Ik denk dat het geluk was dus, op die school. Een hele goede basisschool. Ja, maar ik denk dat een oud-politieman ook kan beamen hoe belangrijk dit is. Nou, het zijn juist de beginminuten die zou tellen. Ja. Bij de politie hebben wij natuurlijk wel die opleiding gehad. Alleen niet met de nieuwste apparatuur die dus op dit moment is. En die nieuwe apparatuur is natuurlijk heel erg goed. Dat zag je ook bij die voetballer, waarbij de nieuwe apparatuur werd gebruikt. Maar wij leerden echt nog zoals het vroeger ging, in de mond blazen en drukken. Dat gebeurt nu nog wel, maar die nieuwe apparatuur helpt natuurlijk veel beter. Maar je zou iedereen ook moeten weten hoe je dat nou moet doen, dat reanimeren, voor bijvoorbeeld als er iets gebeurt op straat. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je onmiddellijk kunt helpen. Dat is daar natuurlijk ook gebeurd, maar hij is geholpen door zijn collega's. Ja. Door zijn collega voetballers. Die hebben ervoor gezorgd dat hij er toch nog zo uitgekomen is. Ik moet toch zeggen, mag ik dat even? Ik ben zo onder de indruk van die aanvoerder van het Deense elftal. Die dat onmiddellijk in handen heeft genomen en in feite dus ook zijn leven heeft gered. Ja. En voordat die medische staf erbij kwam, en dat was ook heel snel, perfect. Ja. Maar hij heeft toen het heft in handen genomen. Ik vind dat van ongelooflijk indrukwekkend. Nou, en daarna ook nog de vriendin van die voetballer getroost. Zeker. En dat was prachtig om te zien. Nou, laten we hopen dat hij helemaal goed herstelt.